New York vlog nummer 6 alweer en het is een nieuw jaar, een nieuwe dag in januari. Hebben jullie een beetje goede voornemens? Ik eigenlijk, ja, ik wel een beetje. Sowieso ga ik deze maand geen alcohol drinken en na New York wil ik weer normaal doen met eten. Maar nu zijn we nog in New York, dus we gingen ontbijten bij Shake Shack. Dat is toch het allerlekkerste als het jaar begint na New Year's Eve. Iced tea erbij, cheese fries, echt... Ach, heerlijk. Ik had hier zo naar uitgekeken. En het was weer amazing. Daarna een stukje gelopen. Echt, we moeten het namelijk echt normaal gaan doen. En daarna zijn we lekker een massage gaan nemen. Echt amazing. En toen kwamen we echt als een soort crusty rats weer die zaak uit. Het was helemaal lekker donker en zen daar. En toen kwamen we weer in de koude buitenlucht. Nou, even winkelen. En daarna gingen we echt iets heel erg leuks doen. Naar de bioscoop namelijk in Amerika. En dat is zo leuk. Kijk even hoe leuk het er hier ook uitzag. En hoe schattig dit boekenwinkeltje was. Echt een beetje het gevoel alsof ik in Disneyland rondliep. Maar goed, de bioscoop dus hier. Het is echt something else dan in Nederland. Je kunt hier bij de bar bijvoorbeeld gewoon, nou ja, alles kiezen wat je wil. Cocktails, wijn, whatever. Goed, ik drink dus even niet deze maand. Maar kijk hoe lekker deze stoelen. Je kunt alles op de kaart gewoon bestellen. En je kunt dan vanaf je stoel op een knopje drukken. En dan komt er service naar je toe. Nou, hier de benen omhoog. Lekker onder een dekentje. En we hadden popcorn besteld. Dit is de menukaart. Kijk hoe insane. Je kan echt, nou, je kan gewoon zoveel dingen bestellen. We waren naar de film Anyone But You geweest. En die was echt heel leuk. En kijk hoe lekker deze popcorn er ook uitzag. Echt met heel veel suiker en boter en whatever. Toen ben ik teruggegaan naar de massagesalon. Want ik vond het echt zo lekker. Dus ik ben gewoon voor een tweede gegaan. Echt heel erg. Maar ik heb er echt van genoten. Daarna klaarmaken voor het avondeten. We gingen eten bij Hailstone. En voor de mensen die de vlogs vroeger keken, dat is die plek waar je de spinazie en artichoke dip kunt eten. Kijk even naar deze dip. Dit is echt mijn go-to plek met Kiana als we in Miami zijn. En in New York hebben ze dus ook een vestiging. Nou, dit is echt... Oh my god. Dit zou echt mijn laatste avondmaal kunnen zijn. Niet normaal lekker. Ik word hier helemaal gelukkig van. Nou, we bleven maar weer eten. Het is echt... Hierna moet ik echt op rantsoen. Ik laat het helemaal los hier. En het is heel heftig. Nou, salade, frietjes, die waren ook lekker. Ook nog een dessert. Echt rollend mijn bed weer ingegaan. Let's call it a day. En ik ga lekker slapen. Tot morgen weer. Doei.